Kilian is 9 jaar en woont in Brussel. Hij is een van de eerste kinderen, jonger dan 12, die in ons land een coronavaccin krijgt. It was good. I liked it and it really helped me because I have kidney problems and I have asthma and then I'm more vulnerable. Zo'n spuitje krijgen is natuurlijk altijd een beetje spannend. Maar in alle vaccinatiecentra zorgen ze ervoor dat jullie zich zoveel mogelijk op jullie gemak voelen. Zoals je ziet hebben we het hier mooi gesmurfd. Hè? We hebben hier Smurfin bij ons staan. We hebben ook het lokaal hier heel mooi opgemaakt, hè? Zodanig dat de kindjes zich echt wel op hun gemak voelen als ze hier aankomen. Dus het is eigenlijk een heel rustige omgeving waar ook veel tijd wordt genomen. Hè? Dus voor de volwassenen bijvoorbeeld gaan we 2 minuutjes per prik tellen. Voor de kinderen gaan we op 10 minuten rekenen. Het prikje zelf duurt helemaal niet lang, maar een aantal seconden en je bent er vanaf. Ik ben entré dans la salle et bah d'après la seringue, elle m'a fait le vaccin. Ça a duré 2 secondes. And it didn't hurt at all and I got these 2 things and I was allowed to watch the Smurfs. De komende weken zullen jullie allemaal een uitnodiging krijgen voor een coronavaccin. Het is niet verplicht, maar deze kinderen vinden het wel belangrijk. Parce que comme ça on est tous protégés et bah on essaie de faire passer le Covid. Maybe I can see my friends more often because I wasn't in school for 3 months because I had kidney problems. Net als volwassenen zullen jullie ook 2 spuitjes moeten krijgen om volledig gevaccineerd te zijn. Na 3 weken zal u dus nog eens terug moeten komen. We hebben in Brusselse 110.000 kinderen tussen de 5 en de 11 jaar. Als we ervan uitgaan dat iedereen zich laat vaccineren, dan kunnen alle kindjes normaal gezien tegen eind februari een prikje krijgen. Merci om te kijken naar de video. We hebben er nog veel meer, dus vergeet niet te liken en abonneren op ons kanaal, hè.